In de Ahoy in Rotterdam is de 22e editie van de Wegwijsbeurs van start gegaan. Welkom op Puur Wegwijs hier in het Puur Te Degenhuis. Na de openingshandeling stroomt het publiek toe. U hebt de opening mogen verrichten. Hoe voelt dat? Ja, dat is altijd speciaal. Het is een prachtige beurs. Ik ben hier even aan het rondlopen geweest en er zijn 200 standhouders. Er is hier erg veel te zien en het is altijd leuk als je gevraagd wordt om zo'n beurs te openen. Als marinier moet je ook echt van alle markten thuis zijn. Ja, we zijn flexibel en creatief en we doen het graag. Of het nou is op een vredesmissie in Ethiopië of een wat moeilijkere operatie in Afghanistan. Maar ook in Nederland en dit soort evenementen. Het hoort er allemaal bij en we doen het graag. Voor de marinier geen zee te hoog? Geen zee te hoog en geen berg te hoog en geen land te ver. Zo wijd de wereld strekt qua Pater Torbes. Het thema van Wegwijs is onder andere puur Rotterdam. Wat hebben die mariniers nou met Rotterdam? Nou, eigenlijk is de verbintenis met Rotterdam al eeuwen oud. Want bij de oprichting waren er al mariniers gestationeerd in Rotterdam. En iedere marinier die wordt opgeleid op de Van Gentkazerne in Rotterdam. Prachtige bloemen heb je. U bent goed voorzien, mevrouw. Ja. Lekkere koffie? Ja, heerlijk, tuurlijk. Hoort erbij voordat we beginnen, niet? Wat gaat u naartoe? Naar mijn standje. Ik ga naar een potje aloe vera crème. De aloe vera crème. Maar eerst een kopje koffie. Ja, dat hoort er toch bij. Dan hebben we de hele dag weer frisse moed. Hè? Kijk eens, wat zijn we hier aan het doen? We zijn hier een demonstratie aan het doen van een bruidskapsel. Deze dame die heeft gewonnen met het inschrijven. En die mag model zitten voor ons. Ah, de prijswinnaar. Ja. Hoe voelt dat? Heel leuk. Ja. En wat voor kapsel krijg je nu? Ik heb geen idee. Geen idee? Nee. Durf je in de spiegel te kijken? Ja hoor. Hé, hey, spannend. Ja. Heb je geoefend? Ja. Oké. Shoppen? Ja. Waar komt u voor? Ja, om alles een beetje te bezichtigen, hè? En voor de gezelligheid. En voor de gezelligheid, ja. Piet Katz, de bekendste politieagent van Rotterdam, bekend van Radio 1 TV en van Terdegen. Wat doen jullie vandaag hier? We demonstreren een aanhouding van de verdachte die met een stok staat te zwaaien. En we doen een demonstratie, zeg maar, aanhouden met een fietser, met een politiebiker. Hoe pak je zoiets aan? Gewoon, zoals we het altijd doen. Laat je stok vallen! En dan gaat hij gewillig mee. Met de boef vandaag? Ja, klopt. Hoe voelt dat? Ja, leuk. Gewoon collega's onder elkaar. Heerlijk om te doen. Even lekker mijn agressie kwijt. Zo, wat heb je daar? Een stof. Waar is dat van? De politie. Ben je van de politie? Ja. Wie ga je gevangen nemen? U. Nee, toch? Jawel. Thank you.
vermoeiend, zo'n beurs? Nee hoor, ik ben lekker aan het uitrusten. Wat brengt u hier? Wat mij hier brengt? Ja, gezelligheid. Gezelligheid, maar nieuwigheden. Kleding onder andere, van de pakken van de mannen. Even een nieuwe outfit aanschaffen? Ja. Misschien wel, ja. Wat zijn we aan het doen? Oh, gelukkig. Marit. Makkelijk hè, zo'n bureautje? Ja. Wat ben je aan het doen? Formuliertje aan het invullen. Oh, voor een wedstrijd? Ja, om iets te winnen. Met de vliegmappen? Ja. Lekker shoppen vandaag? Zeker weten, heel leuk. Ja, ik denk gewoon alles bij elkaar, de winkeltjes bij elkaar. Meestal kleding kijken we en voor de kinderen ik wat. Eerste keer? Nee, zeker niet. Nee, die keren kunnen we niet meer tellen. Jullie zijn veteranen? Nou ja, ik denk niet dat we elke keer gaan, maar veel gaan we wel, ja. Het van huis uit eigenlijk al wel gewend. Met de paplepel ingeschoten? Ja, zoiets denk ik, ja. En mevrouw, zit er nog iets tussen? Ja, altijd. En lekkere winkel op Wegwijs? Ja, heerlijk. Fantastisch.